of eind augustus 2018 gekomen. 1 oktober overleden. Heel bijzondere tijd in de hospice geweest. Echt een heel bijzondere, warme plek. En de huisarts is in dat traject een paar keer langs geweest. En daar is het ook al besproken. Dus zei ze ook van, nou, één ding, ik ga naar het hospice. Het was zo duidelijk voor haar. En ik ben heel blij dat zij dat toch uiteindelijk, nou ja, voornamelijk gekozen heeft, zeg maar. Ja, vanaf het eerste moment dat we hier kwamen, was ze thuis. Leven doe je op je eigen manier. Sterven ook. Hospice Schagen is een kleinschalige instelling waar een team van verpleegkundigen en een grote groep vrijwilligers palliatieve zorg en ondersteuning biedt aan mensen in hun laatste levensfase. Dus wanneer genezing niet meer mogelijk is. Onder leiding van de coördinator en met ondersteuning van het bestuur zorgen wij samen voor een veilige en vooral mooie plek om te sterven. Op dit moment zijn er in de hospice 5 appartementen en er is een spoedkamer. Een bijna thuishuis, zo noemen wij Hospice Schagen. Simone Berkhout en Annemieke Eveleens werken al decennia in de zorg en zijn de initiatiefnemers van Hospice Schagen. Zij zagen de behoefte bij patiënten om te kunnen sterven zoals ze hadden geleefd. In rust, met liefde, zorg en aandacht. Aandacht voor hetgeen wat er nog is. En aandacht voor hetgeen wat er nog gaat komen. Eigenlijk is het idee ontstaan uit onze beide banen in die tijd. Wij hebben allebei al heel lang een baan in de zorg. En wij vonden dat dat stuk van palliatieve zorg anders en beter kon. En dat deed niet af aan andere instellingen die palliatieve zorg verlenen. In het ziekenhuis of andere instellingen. Maar wij wilden dat, wij hadden het idee om dat in een hospice te gaan vatten. En dus wij zijn eigenlijk samen initiatiefnemer geweest om uiteindelijk met een werkgroep en later een bestuur het hospice te realiseren. En we hebben een voorbereidingstijd gehad van 4 jaar. En wij vergaderden met de werkgroep iedere week in het gemeentehuis. Daar kregen wij een ruimte beschikbaar om te vergaderen omdat ze het initiatief steunden. En we voorzien duidelijk in een behoefte, want dat is ook natuurlijk nog wel spannend, hè? Heb je bestaansrecht. En jaarlijks nemen wij rond de 80 gasten op. Dus ja, dat we aan een behoefte voorzien is duidelijk. Als je hoort dat je niet meer beter kunt worden, dan zijn er natuurlijk altijd heel veel dingen die in één keer door je heen gaan. En mensen komen dan vaak bij me van, met heel veel vragen en die kan ik meestal niet in één keer beantwoorden. Daar gaan een aantal gesprekken overheen. De eerste vraag is vaak van, nou, hoe zal dat gaan rondom het einde? Hè? Kunt u me zeggen wat er gaat gebeuren? En dat kan ik meestal niet, maar je kunt wel een heleboel dingen van tevoren regelen. Hè? En rondom het levenseinde is het verstandig om daarover na te denken. Wat wil je? Wat wil je absoluut niet? Denk je wel eens aan euthanasie of past dat helemaal niet bij je? Weet je wat het is? Weet je wat palliatieve sedatie is? En heb je voldoende mensen om je heen die voor je kunnen zorgen? Want vaak op het einde is het aan de ene kant medisch-technisch ingewikkeld, maar aan de andere kant is de verzorging ingewikkeld. Dan heb je soms mantelzorgers nodig. En hoe wil je die inzetten? En heb je die? Of weet je van tevoren al van, nou, ik wil niet thuis blijven, ik wil liever op een andere plek zijn. En dan komt bijvoorbeeld een hospice aan de orde. Matthijs Gemmink en Aart Dwarswaard verloren beide hun vrouw. José, de vrouw van Matthijs, kreeg in juli 2021 de diagnose alvleesklierkanker. En toen ging het snel. José wilde graag naar hospice Schagen. Matthijs vond dat lastig en wilde haar het allerliefste thuis houden, op hun veilige plek. Hij wilde er alles aan doen om zijn grote liefde op de zachtste manier te laten sterven. José stierf op 19 september 2021 op 42-jarige leeftijd. Anja Rosa, de vrouw van Aart en moeder van Justin en Stefan, had een hersentumor. Toen in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis bleek dat genezing niet meer mogelijk was, besloot zij om naar de hospice te gaan.
Zo kon zij samen met haar gezin in een rustige en liefdevolle omgeving afscheid nemen van het leven. Anja overleed op 1 oktober 2018 op 49-jarige leeftijd. Er worden een aantal opties werden er gegeven van je kunt thuis verplegen niet aan te raden. Dat is bijna niet meer te doen. Er bestaan hospes. Er is een transfuurverpleegkundige in het ziekenhuis van het Antonie van Leeuwenhoek. Die heeft gezegd, er is een hospice. Ik zei, daar weet ik alles van, want we wonen er vlakbij. Toen ben ik 's avonds naar huis gegaan, even dat nog. En toen ben ik hier geweest. Ben ik naar binnen gestapt. Toen was Marjolein hier toevallig. En ik weet niet meer precies wie dat was, maar er was een vrijwilligster. En daar hebben we in de gang hebben we gepraat. Met het idee van, zou het wat zijn? Want ik denk, ik moet voelen hoe het hier in de hospice is. En dat, bij binnenkomst was het zo'n verschrikkelijk goed gevoel dat ik dacht van, ik zie dat helemaal zitten. En Anja die was daar in het Antonie van Leeuwenhoek al helemaal van overtuigd dat ze naar de hospice wilde. Ineens heel erg ziek. Ze had de hele tijd al heel veel pijn en we zaten heel erg te spelen zeg maar, met de medicatie om de pijn te kunnen onderdrukken. En zeker toen de behandeling niet werkte, die ruggenprik die ze had gehad, die werkte niet. Nou ja, toen kreeg ik het zelf niet meer voor elkaar om de zorg te leveren, zeg maar. Ik hield de medicatie bij. Ze moest, denk ik, inmiddels 10 verschillende pillen slikken op een dag. Ze had pleisters met morfine. En ze was daar best wel van in de war. En omdat ze stopte met eten en drinken, kreeg ik het niet meer voor elkaar om de medicatie toegediend te krijgen. En toen was het punt om te zeggen, en nu moeten we actie gaan ondernemen. Zijn er van, wil je nog even langs huis? Want wij wonen vlakbij het hospice in Schagen. Het enige wat zei, hospice, zei ze. Dat was. Heel lang natuurlijk gedacht van, we gaan het samen doen. Samen het eind doen, alles wat nodig was. Hadden we ook wel kunnen doen. Je denkt dan van nou moet er een deur in de zijkant van ons huis komen. Die hebben we morgen, zit die deur erin. Weet je, alles had gekund, maar de zorg liet het niet meer toe zeg maar, om Anja thuis te hebben zonder verpleegkundige hulp erbij. Want dat is dan ook zo'n optie dat je zegt van we nemen 24 uur zorg in huis. Nou, dat was voor ons niet een idee en zeker voor Anja zelf niet. De huisarts die wilde ook heel graag zien dat José ook goed begreep dat ze hierheen ging. Dat ze zo verward was van de morfine. Het is natuurlijk wel een stap die je maakt, dat je vertrekt voor het laatst als het goed is. Als het goed is, dat is de normale gang vanuit huis. En dan wordt dit de plek waar je je laatste weken of maanden gaat slijten, in José's geval weken. Dus ik weet ook nog, voordat de ambulance kwam om haar te brengen, zeg maar, heb ik alleen met haar in de kamer gezeten. En heb ik het ook goed proberen het uit te leggen. Ook dat ik de zorg niet meer aankon. Ik kon dat niet meer leveren. En dat we deze stap wel moesten maken. En daarom is het voor mij ook een geruststelling dat ik zag dat toen ze hier binnenkwam, dat ze geland was. En dat het goed was. De patiënt, wij spreken over gast, wordt meestal per ambulance van het huis of het ziekenhuis naar de hospice gebracht. Maar op eigen gelegenheid komen kan natuurlijk ook. Wij zorgen ervoor dat het volledig ingerichte appartement helemaal klaar is voor gebruik. Om de gast zich thuis te laten voelen, mogen er naar eigen keuze dierbare accenten worden toegevoegd aan het appartement. Charlotte Bierman werkte voorheen op de afdeling chirurgie van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Het werken op een hectische chirurgische afdeling gaf haar steeds minder voldoening. Charlotte koos na een paar jaar bewust voor het werken in ons hospice. Het grootste verschil is denk ik dat je tijd kan hebben. Dat je kan heel goed bewerken met vrijwilligers. Dus er is nooit iemand die hoeft te wachten op de bel of te wachten op aandacht. We hebben een hele korte lijn met de huisarts. In het ziekenhuis bel je als het nodig is met de chirurg of met de assistent. Maar er is niet altijd direct tijd. Dus er wordt wel veel van jezelf verwacht als verpleegkundige, ook hier in het hospice.
Dus je moet gewoon wel heel flexibel zijn, snel kunnen schakelen, snel kunnen nadenken om de zorg te geven die nodig is. Maar juist door de goede afspraken die wij maken met de huisartsen, ligt er eigenlijk al voor heel veel mensen een plan klaar voordat het daadwerkelijk nodig is. Maar kunnen we wel direct handelen als er problemen optreden. In ons hospice werken ongeveer 100 vrijwilligers. Dankzij deze vrijwilligers kunnen de naasten even tijd vrijmaken voor zichzelf. Onze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid om de gast in zijn of haar laatste levensfase te ondersteunen. De gast bepaalt zelf de dagindeling, zoals bijvoorbeeld de tijd voor het ontbijt. Ik ben vrijwilliger bij Hospice Schagen geworden meteen vanaf de aanvang, van in 2014. Ik heb me aangemeld, ik heb een gesprek gehad, het voelde allemaal heel erg goed. En toen ben ik samen met nog 25, denk ik, vrijwilligers ingestroomd via een cursus die we hebben gedaan met elkaar. Als het zo is dat iemand zich heeft aangemeld, dan volgt er eerst een gesprek met de coördinator. Voor de motieven en om even kort te sluiten wat je kunt verwachten. En daarna wordt iemand gekoppeld aan een buddy. Een van onze zorgvrijwilligers die is buddy en die neemt iemand mee tijdens een viertal diensten om de meeste ins en outs van het werken met elkaar door te nemen. Tegelijkertijd wordt iemand ook aangemeld voor een informatiebijeenkomst die door de coördinator wordt verzorgd, waar dan via een PowerPoint van alles wordt uitgelegd over het werk in een hospice en hoe breed het is en wat er van je wordt verwacht. Het is niet alleen naast de gast zitten, handen vasthouden en een praatje maken, maar ook het runnen van een huishouden. Er zijn vrijwilligers die daar een ander idee van hebben. Die staan helemaal niet stil bij dat hier inderdaad ook boodschappen gedaan moeten worden of een was gedraaid. En dat moet mensen dus duidelijk zijn voordat ze hier aan beginnen. Voor de rest moet het ook zo zijn dat mensen een bepaald meegevoel kunnen tonen bij het gasten. En we doen in principe 2 diensten van 4 uur per week. Omdat als je dat minder zou, een lager aantal uren zou werken, dat contact met de gasten toch wat te weinig wordt. Je ziet al heel veel verschillende gezichten. Dus we gaan uit van 2 diensten per week. Dat er een bepaalde continuïteit is, ook voor de vrijwilliger zelf. Dat hij de mensen kent en in de omgang gewoon daar wat makkelijker misschien mee is. Wat ik ook gewoon echt heel bijzonder mooi vind hier, is dat je in het laatste stukje van iemands einde van het leven mag zijn. Dat is eigenlijk zo bijzonder en heel dankbaar. En dat geeft mij heel veel rust van binnen. En ik vind gewoon de mensen die hier komen en zijn. En sowieso natuurlijk al het feit dat je kiest voor het hospice. Dat is natuurlijk al heel moeilijk. Maar toch hoor ik nu heel vaak van mensen van jeetje, wat is het hier mooi. En ik kan eindelijk weer gewoon echtgenoot of kind zijn. In plaats van verzorgende, wat je thuis dan natuurlijk hebt. Ja, dat vind ik gewoon echt bijzonder mooi. Om het huishouden in goede banen te leiden, zijn er behalve zorgvrijwilligers ook kookvrijwilligers die aan de eetwensen van de gast kunnen voldoen. En er is een team dat naast de zorg voor de tuin ook de bloemen in de hospice verzorgt. Onze vrijwilligers zijn echt van alle markten thuis en halen wekelijks producten op bij lokale ondernemers die onder andere vis, kaas en bloemen doneren. Bij eventuele laatste wensen kan de wensambulance uitkomst bieden. Wij zijn al onze vrijwilligers ontzettend dankbaar voor hun tomeloze inzet. En ik weet zeker, haar familie heeft het net zo prettig ervaren als ik. Juist de kennis en de kunde die hier is op een onderwerp waar je helemaal geen verstand van hebt. Dat geeft heel veel rust. Want je weet eigenlijk helemaal nergens van. Ik werd ook heel erg beschermd op een gegeven moment ook, want ik dacht in het begin dat we hier waren dat ook iedereen nog afscheid moest kunnen nemen van Anja. En Anja had natuurlijk beperkt energie. Dus dan ging hij hier naartoe en dan nam ik eerst nog de mensen bij mij thuis, omdat we zo dichtbij de hospice woonden. Nou, dan gingen we een kwartiertje naar Anja toe en dan ging ik nog weer een half uur met de
mensen nog weer napraten met hun verdriet. Op een gegeven moment was het voor mij ook zo wat te veel om iedereen zijn verdriet, zeg maar, te dragen. Dus daar beschermde de hospes mij ook, zeg maar, in. Van, weet je, je moet maar gewoon, je komt hier en dan, wij zorgen wel voor de gast. Toen kwam de vraag van, ja, ga je dit nou thuis doormaken, die periode, of misschien toch in hospice? Want het perspectief was al van, ja, dit gaat toch echt wel heel wat moeite kosten, ook voor mijn vrouw. En door de grote zorg die zij van mij heeft gehad ook, het gevaar loopt dat ze zichzelf voorbij loopt. Daarom hebben we gekozen voor het hospice. Het maakt het voor jullie makkelijker om op bezoek te komen. En hoef je ook niet zo heen en weer te reizen. Daar hebben hun voor gezorgd. En vorige week kreeg ik te horen dat ik hier terecht kon. Dus dat ging allemaal heel snel. Hartstikke fijn. Hun heel blij, ik heel blij. Het maakt het voor hun gemakkelijker. En vanaf het moment dat ik hier ben, is het zo'n lieve man geworden. Zo zorgzaam voor zijn moeder. Daar ben ik heel blij mee. Ja, door de rust die ze hier ervoer en omdat de medicatie eigenlijk gestroomlijnd werd en goed en regelmatig werd toegediend, heeft ze toch een soort, ik noem het maar, een soort opleving gehad. Na een dag of vijf kwam ze ineens weer overeind en wilde ze drinken. Ze had heel erg dorst omdat ze zoveel niet had gedronken en moest heel voorzichtig toedienen omdat ze uit gretigheid zich steeds verslikte, zeg maar. En toen hebben we gelukkig nog een dikke week gehad dat ze redelijk bij de pinken was. We hebben buiten kunnen zitten met haar. En toen is ze heel kalm gaan slapen en heel rustig. En drie ochtenden later was het op. Toen was hij ineens weg. Ja. Ga hier weg. Ik ging hier uit de deur vandaan. Toen was er nog een uitgang waar de rouwauto stond. Ik weet nog dat er een gedichtje werd voorgelezen. Nou, het was allemaal prachtig. Iedereen die hier werkt, die is zo lief. Iedereen is bezig met het laatste stukje van iemand zijn leven. Dat is echt wel mooi. Hoe het dan hier gaat. Wat ik net ook zei, je gaat natuurlijk uit zo'n ziekenhuis, daar is iedereen nog bezig met medicijnen. En word je zo. Is die strijd er nog zo erg van. We moeten iemand beter maken of ik wil niet dood. Weet je wat dat? En dat is in hospice. Valt dat. Dat, ja, dat juk zeker, dat valt dan van je, de schillen vallen van je lichaam af. En dan blijft alleen het pure mens, dat blijft over.